Ja. Oh, mooi. Het is het winterkoninkje. Daar komt hij aan. Hij is weg. Mooi. Als ik hier bezig ben en ik zie dat andere mensen daarvan genieten en dat het iets met andere mensen doet, dat mensen anders naar de wereld gaan kijken en dat ze toch inzien van, God, nog niet was de wereld toch eigenlijk mooi en waar maken we er toch een puinhoop van? Ja. Ik vind dat we er een puinhoop van maken. Behoorlijk. En ik ben dan iemand die van die puinhoop probeert dan iets nieuws te creëren, iets. Iets wat andere mensen hun levensvreugde geeft. In ieder geval, mij geeft het de vreugde om ermee bezig te zijn. De helft van Nederland is met kunst bezig, noemt zich kunstenaar. Noem jij jezelf kunstenaar? Levenskunstenaar. Liever. Dus probeert van je leven op een hele vrije manier daar vorm aan te geven. Maar het meest gelukkige ben ik toch als ik hier in mijn eentje ben. Dan hoef ik niet te praten. Dan kan ik alleen maar doen. En ik ga niks uit de weg. Ik sta overal voor open. Ik ga heel graag de confrontatie aan met mensen. Zeg soms gekke dingen in de hoop dingen terug te krijgen. Maar mensen worden dan vaak bang of denk, oeh, als ik iets niet mooi vind, dan zeg ik het. Is dat niet vermoeiend? Ah, daar heb ik mijn muze voor. En die muze, is dat je geliefde? Hè? Die muze, is dat je geliefde? Ja, nee. Dat is heel ingewikkeld, dat kan ik zo maar niet uitleggen. Maar wel alles. Wat ik maak, daar zit die liefde wel in. Het is een gebeurtenis die zich in kadertjes, net als een filmpje. Het zijn zeven momenten uit een verhaal. Ja, dat is in 1981 gemaakt en uiteindelijk vind ik het nog steeds gaaf. Ik vind een goed werk, dat blijft altijd een goed werk. Zo kijk ik er zelf tegenaan. Ik ben er altijd tevreden over als ik er naar kijk. Dat is iets wat ik koester. En dit is een zelfportret. Je moet een beetje beschermd staan in een vitrine. Want als je hem gewoon, je mag hem ook zo zetten, maar dan wordt hij kwetsbaar. Je moet hem een beetje beschermen. Het is toch een beetje een veredelde huishoudbeurs voor designers, zoiets, of ja, ik weet niet. Wordt de wereld daar beter van als we dit soort dingen maken? Ik denk niet dat dat de insteek was. Wie? Nee, ik denk niet dat dat de insteek was. Oh. Maar je hebt geen missie? Ja, heb ik wel. Die is heel ambitieus. Wat is dat dan? Daar wil ik het niet over hebben. Waarom niet? Dat is te ambitieus. Wat doe jij als ik vragen mag? Hier staan? Ja, los van dat. Vast wel meer.
iets met, ja, nee, beetje, ook een beetje met kunstdingen bezig. Dat is ook moeilijk te omschrijven. Probeer het dus. Ik heb het net ook geprobeerd. Dat, Nou, misschien zie ik mijn leven wel als het kunstwerk. Gewoon en, het van alle kanten bekijken, bevragen, bezien. En ik ben een hele groot idealist. Nee, ik vind deze wereld niet zo mooi. Nee. En ik vind, ik heb Joseph Beuys twee keer van nabij ontmoet. Ik weet niet of de, weet je wie Joseph Beuys is? Nee, de naam komt wel bekend voor. Weet je wie maar... Rembrandt van Rijn is? Ja. Echt waar? Ja, liefde. Dat is een van mijn grootste projecten. Dat kan niet tippen wat je hier ziet. En dat gaat over de verlangende liefde. Want alle mensen verlangen naar liefde. Mis je een vrouw in je leven? Nee. Ja. Ans, een vrouw in mijn straat, die had ook een hele hoop dingen meegemaakt op liefde en de scheiding en toeten. Uiteindelijk zijn wij hopeloos verliefd op elkaar geworden. En dat is wel zo gaaf geweest. Die relatie heeft 4 jaar heeft die stand gehouden. En die is op een hele pijnlijke manier beëindigd. Eigenlijk veel pijnlijker als de relatie die ik met de moeder van mijn kinderen had. Terwijl dat al heel traumatisch was. Maar dit ging veel dieper en veel verder. En toen was ik zo bezig met dat thema, de liefde. Ik denk, God, nonnetje, waarom kan dit niet? En de liefde die ik met Ans heb, die ik met haar heb beleefd, zit overal, vind je, die hier terug. Heel mijn project met de boom, elk bloemetje, elk dingetje, daar denk ik aan Ans. Of de liefde die ik met haar heb beleefd, van die zo mooi was, maar eigenlijk ook zo kwetsbaar. En anders is gewoon een kwetsbare vrouw. Maar dit gedichtje, daar gaat er dan over de liefde. Heeft iemand ooit voor zijn lief gemaakt? Heb ik voor een dubbeltje gekocht op de rommelmarkt. Het was wel duur hoor. Maar als je echt van iemand houdt, iemand alles toevertrouwt. Eén die echt weet wie je bent, ook je zwakke plekken kent, die je bijstaat en vergeeft. Een die naast en in je leeft, dan voel je pas wat leven is en dat liefde geven is. En ik vind dat zo mooi. En ik laat het ook vaak aan mensen zien, of ik heb het al een paar keer ook tentoongesteld, en kijken mensen en zeggen, ja, wel grappig. Maar de essentie zit hem in het geven. En mensen willen tegenwoordig alleen maar nemen. Dit is de trots van mijn moeder. Mijn moeder heeft ze allemaal zelf gemaakt. Die heeft deze kist gebruikt om hier haar oorbellen allemaal te maken, want dat was haar trots. En uiteindelijk zet ze dit onder. 35%. Dit is haar trots, maar om haar verdriet te vergeten. Dronk ze wel eens. Komt op een heel mooi tafeltje. En hieronder komt een spiegel. En dan kijk je aan de onderkant. En dan zie je van de onderkant. Zie je dan die flesjes. Ik heb het haar kunnen. Ik ben er wel zoiets boos om geweest. Als je erachter komt van. Hé, je moeder doet dat. Daar ben je niet trots op als kind. Maar uiteindelijk heb ik het te vergeven. Omdat dat haar manier was om te overleven in het leven. Maar mensen zijn gewoon meesters in het verhullen. Maar wil je misschien in een andere ruimte kijken waar je denkt dat is mooier? Of? Nee, jij bent de gastvrouw. Nee, ik vind het een eer dat je op fiets komt. Ja. Dat is een goede plekje. Mijn bedoeling is eigenlijk, als eerbetoon aan jouw werk, dat die hier even mag staan. En dan kijken wat de reacties zijn. Hoe mensen kijken van, dat ze er allemaal aan voorbij lopen of ze kijken. Maar ik weet niet, laat het maar gewoon... Ja, laat het maar eens een ballonnetje in de wind los.
Thank you.